We gaan eens bekijken hoe dat deze video eruit ziet. Ik had in ieder geval een hele leuke intro sessie zoals jullie zien. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Like en abonneer als jij er zin in hebt. Vandaag is het weer een nieuwe vlog, want ik ga met mijn broer en met mijn papa iets superleuks doen. We gaan naar een pretpark een uurtje hier vandaan. Misschien weet je het al, we gaan naar Bobbejaanland. Het zal waarschijnlijk ook wel in de titel staan. En eerst had ik daar niet zoveel zin in, want je moet de hele dag met je mondmasker rondlopen. En daarna moet ik nog naar een volleybaltraining, dus dat gaan jullie allemaal zien. Maar ik had er dus niet zoveel zin in om de hele dag met je mondmasker rond te lopen. Maar toen ik op TikTok zag dat Kinder Marteau vandaag, donderdag, ook naar Bobbejaanland gaat, kreeg ik er superveel zin in. Je kent Kinder Marteau wel, die heeft meer dan 100.000 op TikTok. Ik hoop dat ik mij met TikTok kan maken, dat ik een bandje kan kopen, dat ik hem in mijn vlog krijg. Dus ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. Ik hoop ook dat ik alle attracties waar ik in ga, dat ik dat kan vloggen. Waterattracties gaan iets moeilijker zijn, maar ik hoop toch dat dat gaat lukken. Ik ga mijn best doen. Ons papa is zandjes aan het maken, want we moeten natuurlijk genoeg eten mee hebben. Waterflesjes nemen we allemaal mee. Ik neem mijn computer mee, want ik film met mijn gsm. En mijn computer is een soort van powerbank, waardoor dat mijn gsm genoeg blijft opgeladen, dat ik toch kan blijven vloggen voor jullie. Mika neemt ook nog zijn gsm mee, dus moest het niet lukken, sturen wij de beelden door via WhatsApp. Dus we gaan allemaal ons best doen dat voor jullie een leuke vlog wordt. Als je zin hebt, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En ik zou zeggen, het is eigenlijk spannend of we gaan ontmoeten. Ik denk het wel, maar er gaan ook wel veel mensen rondom zitten. En wegens de corona moeten we natuurlijk wel aan de kant blijven. Dus ik hoop dat we trouwens bij M gaan geraken. Ik hoop het gewoon. Ik zou zeggen, ik ga nu mijn zak klaarmaken. Ik steek mijn computer erin, sandwichje, alles, handje, mondmasker, alles. En dan moeten we daar een uurtje naar huis weer trekken om 9 uur. Het is nu 8 uur, dus nog een uurtje om alles klaar te maken. Haar te kammen, tanden te poetsen, kleren aandoen. En ja, dan gaan we gewoon vertrekken. Ik ga nu mijn zak klaarmaken en dan gaan we vertrekken. Wel een heel leuke vlog, dus ik ga zeker ook abonneren op TVBM. Maar ook op mijn kanaal, YouTube. Where it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of... Kijk naar deze video en tot de volgende keer.